Zeg maar, je moet kansen zien en grijpen. En risico's kunnen analyseren. En risico's nemen. Want veel mensen willen zakenman zijn of artiest zijn of DJ zijn, maar willen geen risico's nemen. Ze willen op safe spelen. Maar dan ga je het niet halen. Nee. Snap je? Want dan doe je wat iedereen doet. Ja, gewoon een ondernemer eigenlijk. Maar dan ja, je moet je risico's nemen, want dat gaat jou anders maken dan de rest. En wat is een risico dat jij genomen hebt in de pauze? Ja, ik had op een gegeven moment gewoon veel tijd in muziek gestoken, terwijl het niet het meest opleverde voor mij. Maar op een gegeven moment dacht ik wel gewoon van, ik ga het gewoon proberen. Want ik had andere kansen die ik had kunnen nemen, die goed of fout konden gaan, maar wel veel meer geld voor mij zouden opleveren. Maar op een gegeven moment dacht ik, lange termijn, ik dacht ja, ik ga dit gewoon proberen. En toen de tijd zeiden mensen dat het dom was. Ja, ja, maar nu niet meer. Ja, jij lacht als laatst nu. Ja. Oké, volgende is de Nederlandse muziekindustrie. Waar denk je aan als ik dat zo tegen je zeg? De Nederlandse muziekindustrie. Ik denk aan hype. Het is heel veel hype. En ook heel veel nep. Ja? Neppe cijfers, neppen. Heel veel klopt allemaal niet. Hoezo klopt het niet dan? Want als je ziet wat echt leeft en naar cijfers kijkt, komt niet overeen. Dus als je ziet zeg maar, wat je hoort op straat, wat je hoort overal. En als je kijkt naar nummers, dan denk je cijfers, dan denk je van hoe kan dat dan? Dan hoor je mensen die niet de meeste cijfers pakken, maar wel het meeste leeft. En iedereen checkt die shit. En mensen die veel cijfers pakken, wat je bijna nergens hoort eigenlijk. Ja, hoe komt dat dan? Waar ligt dat aan? Ja, omdat het een business is geworden. En mensen zijn gewoon, ja, je verdient er geld aan. Dus als je kan valspelen, ja, ga je valspelen. Om doekoe te maken eigenlijk. Dus er zitten mensen achter andere mensen, denk ik. Die denken, oké, voor jou kan ik dit en dat maken. En als ik jou zo dit en dat doe, dan ja, dan word jij interessanter. En kan ik doekoe met je maken. Terwijl dat niet wat echt is. Ja. Ik weet van mezelf dat mensen daar altijd heel erg aan het struggelen waren om een soort hiphopstad te worden. Ja. Weet je, we hadden heel veel rappers altijd, maar het was nooit echt een doorbraak. Ja. Dus we hadden altijd van die initiatieven, van die avondjes, ja, Haagse hiphopcentrum, huis en zo. Hoe zie je dat nu? Want we zijn natuurlijk wel... Kijk, weet je wat het probleem van Den Haag is? Den Haag bestaat uit allemaal groepen en ze haat elkaar allemaal. Dat is Den Haag. Ja. Iedereen is met zijn eigen groep. En van, hey, klaar, fuck jullie. Snap je? Hm. En dat was waarom het nooit echt goed ging werken, zeg maar. Net als je nu kijkt naar Den Haag, je hebt bekende artiesten, maar het zijn artiesten die bijna nooit liedjes met elkaar hebben gemaakt. Nee, dat klopt. Als je kijkt wie komt uit Den Haag, die bekend is geworden, First Man, Vrenna, Mula B. En je ziet, het zijn drie heel verschillende kampen. Ja. En dat is Den Haag eigenlijk een beetje. En dat fokt Den Haag ook een klein beetje op eigenlijk. Maar als een van die twee naar jou toe komt om een track samen te maken? Mm. Ik weet niet. Ik weet niet. Nou, zoals ik net al zei, je hebt miljoenen views op YouTube. Super populair in die zin. Wat doet dat met jou? Dat mensen dan, trekken mensen aan je? Willen ze vaak dingen van je? Of? Ja, veel mensen willen wel dingen van me, maar ik ben niet vies van nee. Ik zeg gewoon nee. Ja, je zegt gewoon nee. Ja, maar vroeger niet. Je bent heel duidelijk. Dus. Eerst niet. Ik zeg wel dat ik een paar dingen heb gedaan, denk ik, op muziekgebied waarvan ik denk, ja, dat zou ik nu niet doen. Noem eens iets. Ja, collabo's vooral. Okay. Collabo's. Met wie ga je een beetje... Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee, okay. Maar wel collabo's. Dat ik denk, ja, dat was niet nodig eigenlijk. Mm. Maar toen was ik een beetje moeilijk met nee zeggen, maar nu, weet je, heb ik gewoon geleerd om gewoon nee te zeggen van, nee man, ik doe gewoon wat ik wil, je weet toch? Ja. En niet per se wat voor iemand anders goed is. Ja, hoe leer je dat? Ja, op een gegeven moment kiezen mensen vaak voor zichzelf. En dus op dat moment hebben ze jou misschien nodig. En dan doe je dat. En wanneer het goed met hun gaat, ja, dan hebben ze jou niet meer nodig, zeg maar. Ja, ja. Precies okay. Dat. Dan weer even terug naar je muziek echt. Bandelero is volgens mij een van je laatste hits. Ja, D2, ja, D2 nog daarna. Die ja, is D2. Volgens mij vandaag goud gaan ook. Oh, gefeliciteerd. Ja, thanks. Nummertjes, hè? Doe toch wat met je. Hey, daar zit de hitman van Pablo Escobar in. Ja. Toch? Ja. Vertel, hoe dan? Hoe kom je aan die man? Ja, connecties eigenlijk. Oh, doe maar. Ja. In Colombia helemaal. Ja, in Medellin. Ja. Ja, het zal je verbazen hoe verwant Nederland met Colombia is, hè? Ja, ergens geloof ik. Als dat van jou neem ik dat wel aan, ja. Ja, geloof me. Nee, maar hoe dan? Hoe komt hij in je clip terecht? Ja, ik was daar. Ik dacht van, hier ga ik een clip schieten. En toen, ja, via kende ik iemand die hem kende en zei van, yo, zal ik hem voor je clip zetten? Ik zeg, ja toch, is cool man. En toen ja, vond ik wel met Ander en toen was hij in mijn video eigenlijk. Ja, ziek wel. Ja, zeker. Maar ook een beetje, iemand met een gekke geschiedenis. Ja, maar ook een beetje, hij heeft wel veel mensen vermoord. Dus ja, wel een beetje op het randje, toch? Ja, maar het rare is dat ik daar niet eens bij stilsta eigenlijk. Ik sta daar niet bij stil. Als ik een mens zie, beoordeel ik je meer op hoe je tegen mij bent op dat moment dan wat je in het verleden hebt gedaan. Ja, maar ja, hij heeft wel heel veel moorden op zijn naam. Ja, hij heeft wel heel veel mensen vermoord, maar hij is wel veranderd. Hij is ermee gestopt. Voor wie maak jij jouw muziek? Als jij bezig bent met het creatieve proces, aan wie denk je dan? Ik denk aan mezelf en ik denk ook aan mijn fans. Maar vroeger dacht ik dus alleen aan de Nederlandse fans. Maar nu, de laatste tijd ben ik veel over de wereld gegaan. Dan heb ik gezien dat heel veel andere mensen ook mijn muziek luisteren. Dus nu is het zeg maar nog meer mensen aan wie ik denk. Dus eigenlijk aan alle luisteraars. Ja, dus zit er een leeftijd aan? Nee. Nee, er zit geen leeftijd aan. Nee, dus je hebt niet een specifieke doelgroep? Gewoon. Nee man, zeker niet. Ik denk ook van iedereen kan het lauw vinden als je oud bent of jong eigenlijk. Oh ja, ja, wat voor artiest ben jij dan? Ben je iemand die zeg maar alles opschrijft van tevoren of het uit je hoofd doet? Of? Verschillend. Soms schrijf ik op, soms uit mijn hoofd, soms is het verschillend. Ik wil me nooit vasthouden aan één bepaald ding. Je weet toch, het is kunst, het is, je moet creatief zijn. En ja, als je dan aan regels gaat houden, dan is het niet meer creatief, vind ik. Ja, daar heb je wel een punt. Er moet gewoon helemaal geen limiet zijn. Waar bestaat jouw creativiteit uit? Mijn creativiteit bestaat uit het moment, heel veel. En de beat. Ja. Ja, en de beat. Daar, uit die twee dingen. Want als ik een beat hoor, dan haal dat iets uit mij. Maar Wilde West heeft heel veel zelf gepresteerd. Ja. Jullie hebben eigenlijk heel veel dingen independent gedaan. Klopt. Waar ben je het meest trots op? Waar ik het meest trots op ben, is dat we gewoon onze koers hebben vastgehouden en dat het gewoon ging werken. Want ik kwam in een tijd dat trap gewoon geen shows, geen... Ja, toen waren er nog geen streams, toen we net deden, dus geen views. Het was heel makkelijk om over te schakelen naar een andere muziekstijl. Ja. Maar dat hebben we niet gedaan. We dachten, nee, we blijven gewoon dit doen. En toen is het gewoon gelukt. Ja. Toen werden we opeens geboekt in clubs met trapmuziek, wat toen heel raar was. En nu wel normaal. En ja, daar ben ik wel trots op. Dat we toch wel een nieuwe weg hebben geopend voor een andere stijl muziek. Ja. En niet alleen maar bobbelingachtige muziek. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Je hebt nou uiteindelijk toch wel ook een contract getekend bij SPEC, dacht ik. Ja, een managementcontract. Een managementcontract. Waarom dan? Want volgens mij ging het wel goed. Of is het voor jou dan? Ja, voor mij was het... kijk, weet je wat het is? WW is net als Mula B. En ik dacht, oké, als ik alleen met één hoofd denk... dan zie ik misschien niet alles. En SPEC is een heel andere kant. Werkt op een heel andere manier. Dus ik dacht, oké, als ik die twee bij elkaar zet... dan kunnen eigenlijk de beste ideeën eruit komen. Ja, dat ondernemersvisie is dat dan. Ja, toch? Dus ja. Twee mensen, ik heb liever twee mensen die heel anders denken en nooit eens met elkaar zijn, dat ik dan de keuze kan maken eigenlijk. Want dan hoor ik allebei de plannen. Ja. Vond je deze video tof? Check ADE Beats podcast op Spotify en iTunes voor het complete gesprek. Of ga naar beats.nl om alle informatie te vinden over het aankomende ADE Beats event. Beide links zijn te vinden in de beschrijving van deze video.